omzet. Onderhandelen bij offertes. Ja, onderhandelingen bij offertes of voor een offerte. Ja, die kunnen natuurlijk vroeg of laat komen. En gaat de interesse van je prospect omhoog, dan voel je vaak ook de kans groter worden dat je die offerte akkoord gaat krijgen. Maar dan wil je natuurlijk wel je best doen om dit ook tot een succes te brengen. En onderhandelingen, die worden vaak door de andere persoon gestart, ja, die wil je natuurlijk efficiënt en professioneel uitvoeren. Maar tegelijk wil je ook voorkomen dat je leegloopt op de onderhandelingen en deze offerte je in de toekomst het leven zuur maakt omdat je misschien te veel korting hebt gegeven. Weet je? En dat je misschien dacht van, ja, ik moet gewoon die handtekening hebben, want dan heb ik nu mijn omzet. Ja, weet je, dat kan je vroeg of laat natuurlijk weer overvallen. Dat je denkt, dat heb ik misschien niet zo slim aan gedaan. Dus onderhandelingen bij offertes, ja. Ik heb altijd zoiets van, het is een heel complex proces, onderhandelingen. Maar ik heb er ook eventjes gewoon 3 kleine tips uitgehaald waar je nu direct mee aan de slag kunt. En de training, mocht je naar de training willen zoeken, dat is de training Deals Sluiten. Die vind je ook op meerverkoopsucces.nl. In die training, ja, die kun je heel eenvoudig leren om per onderdeel deals te leren sluiten. Ik vind het te duur, we hebben geen tijd, ik wil korting, kan je er eentje bij cadeau geven? Allemaal van die dingetjes waar mensen in proberen te onderhandelen om er iets meer uit te halen, waar jij eigenlijk niet op leeg wil lopen. Ja, die vind je in die training. Maar ik geef je eventjes 3 gratis tips bij deze voor het onderhandelen van een offerte. Nou, tip 1, ruil waarde voor korting en niet geld. Dus als iemand om korting vraagt, ga dan eerst bij jezelf te raden van, kan ik iets geven? Iets dat je al hebt en vergelijkbaar is met de korting die ze vragen. Want zo hou je wel de omzet en kun je iemand toch iets geven. He, stel je hebt 100.000, dezelfde doeken in de stelling liggen. He, je hebt de tafel, ik noem wat, je verkoopt tafelkleden. En je hebt genoeg tafelkleden liggen. En iemand die komt bij jou 40 stoelen halen en 10 tafels. En die persoon zegt, ja, ik wil wel 250 euro korting, dan hebben we een deal. Dan kun je dus ook zeggen, nou weet je wat, je krijgt van mij voor die 10 tafels, krijg jij 20 lakens erbij. Dan heb je, als de lakens in de was zitten, heb je ook nog schone lakens en dan kun je ze zo ruilen. En dan heb je in ieder geval 20 schone lakens ter waarde van 500 euro. Dus dan kom ik ruimschoots tegemoet aan je korting van 250 euro. Snap je? Terwijl dat misschien voor jouw inkoopprijs 250 euro is of misschien nog minder. Snap je dus? Je kunt daarmee veel beter onderhandelen dan dat je gaat zeggen, oh, 250 euro korting, nou laat ik het dan maar geven. En dan vervolgens is die korting erdoor en dan zegt die persoon, hey, trouwens, kan je nog tafellakens voor me regelen? En ja, nou, dan moet ik dat ook nog regelen. Oh, ook nog korting geven op die tafellakens. Snap je? Dus maak het jezelf makkelijk. Ruil spullen of diensten in plaats van geld voor korting. Dat is tip 1. Tip 2. Maak direct een deal. En als je direct een deal kunt maken over bijvoorbeeld onder hele scherpe voorwaarden, dan kun je het beste direct die deal maken. Dus stel, iemand die zet je echt op het maximale, die probeert je echt uit te knijpen, dat je denkt, oh, hier baal ik van, maar het kan nog net. Dan zou ik ook iets zeggen op dat moment, oké, die voorwaarden, dat is allemaal akkoord, mits we bij deze aan de telefoon of aan tafel nu een akkoord sluiten. Nu, dit aanbod is nu geldig. Niet morgen, niet volgende week, niet volgende maand. Nu, als we nu een deal hebben, dan hebben we ook echt een deal onder de voorwaarden die je net noemde. Kijk, en dan voorkom je dus ook dat je met een scherpe prijs, die je dan misschien besproken hebt en geen deal maakt, over 3 gesprekken later alsnog moet gaan onderhandelen. Dan zegt iemand, joh, voor 1000 euro is het rond. Terwijl je prijs bijvoorbeeld 1200 was. Je denkt, ja, 1000 euro is wel heel scherp hoor, daar kan het eigenlijk niet voor. Dat je zegt, prima, 1000 euro, maar dan hebben we nu een deal. Oké. In plaats van dat je zegt, nou, 1000 jaar, dat wordt wel heel krap hoor, daar moet ik echt even over nadenken. Dat die ander dan zegt, nou is goed, denk er maar over na, kom er maar bij me op terug. Nou, vervolgens een dag later stuur je een mailtje, 1000 euro is akkoord. En dan zegt die persoon, ja, dat is goed, we denken er nog even over na. Ben je weer 2 mailtjes verder? Nou, mail daarna of een telefoontje, joh, kunnen we nog even 1 keer over die prijs hebben? Ja, je zei 1000, met 1000 komen wij toch niet uit. Als je 59 doet, dan hebben we een deal. Dan ben je dus 2 mailtjes, 1 gesprek en 50 euro armer. Dat is toch de moeite niet? Maak snelle deals. Als het hele scherpe deals zijn, maak ze snel. Maak ze gewoon snel. En ga niet half-half doen, want het pakt je vroeg of laat echt weer terug. Dus dat is tip nummer 2. Nummer 3, focus op de problemen. Focus op de problemen. Op het moment dat iemand loopt te discussiëren en te onderhandelen met je, focus op de problemen die ze willen oplossen. Want zodra iemand gaat twijfelen en gaat afhouden, dan is het vaak ook weer teruggaan voor jou dan, hè, dat is jouw taak, teruggaan naar de problemen.
Als iemand gaat zeggen, ja, 25 euro eraf, 50 euro, je moet het een week eerder leveren, bla bla bla. Of ik weet het niet. Ga dan eventjes terug. Ja, maar wacht eens even. Week 14 gaat jullie kantoor open. Als jij week 13 meubels wil hebben staan, dan moeten we het zo, zo en zo doen. Anders heb je geen meubels op de 14e. Snap je? Dan ga je even terug naar de prioriteiten. Want ze kwamen misschien bij je met, ja, we moeten voor de 14e week moeten we meubels hebben. En dan zit je nu te muggenziften op de prijs en de leveringskosten. Terwijl je denkt, ja, wacht eens even. Maar ik kan niet scherper en ik kan niet sneller als we het niet op deze manier doen. Dus ga terug naar het probleem. Hé, dit is het probleem. Focus op het probleem. Hè? Dan moet je niet hardop zeggen, focus op het probleem. Maar dat geldt voor jezelf. Focus zelf even weer op het probleem. En communiceer dat naar je prospect, naar je klant. En laat ze dus inzien van, wacht eens even. Als we het inderdaad bij deze partij doen, dan gaan ze dat en dat leveren. En deze problemen worden opgelost. En die problemen kunnen cruciaal zijn, hè? Heel belangrijk. Of natuurlijk een luxe probleem als, ja, maar ja, we willen heel graag donkerrood. Nou, we hebben alleen rood. Oh nee, het moet echt donkerrood. Dikke paniek. Weet je, dat, maar het kan ook zijn, ja, maar ja, maandag gaan we open. Maandag moet het personeel zitten, dus we hebben geen tafels en stoelen. Een probleem is relatief, snap je? Maar focus op dat probleem en je potentiële koper. En zorg dat hij weer beseft dat de kans groot is dat als je nu die deal maakt onder die voorwaarden, dat je die deal ook zo kunt waarmaken dat je die problemen oplost. En als ze jou te veel uitknijpen, dat het dus ook niet leuker wordt voor jou om te leveren. Of dat je misschien niet meer op tijd kunt leveren. Of misschien niet meer wilt leveren. En dan blijven zij met het probleem zitten. Waardoor ze misschien dat traject opnieuw moeten starten bij iemand anders. Dus probeer altijd eventjes terug te gaan van, hé, hoe zijn jullie ook weer bij mij gekomen? Wat is jullie probleem? Wat willen jullie oplossen? En ga dat dan weer met ze bespreken. Van oké, maar als we dit doen, dan hebben we dat en dat moment. En dan ben je klaar, dan ben je tevreden. Snap je? Let er goed op. Heel veel succes met het maken van offertes. Als er nog dingen zijn, laat het gerust weten. En geef even een reactie als je zoiets hebt van, ja, mag ik mis toch eventjes wat onderdelen. Want dan maak ik daar gerust weer nieuwe content voor.